ze dit nog lekker vinden. Oh, kijk, er zat nog één. Oh, dat is echt oneerbiedig, hè? We hadden nog kans op een komkommer. Hier, wasje bloemen. Mag jij thuis in de vaasje zetten? Oh, echt? Hallo, goedemorgen, knorries. Jullie krijgen zo. We moeten nog heel even wachten. Kijk uit dat je niet valt. Hè, waar gaan we naartoe dan? We gaan naar de chickens. Waarom staan die daar? Ja, die hebben zo'n goed leven. Onder de bomen, in de schaduw. Dit is het kippenparadijs. Oh, er zijn er hier al een aantal ontsnapt, zie ik. Dames, jullie moeten binnen het hekje blijven. Er staat stroom op dit hekje. Daar maken ze zich niet druk om, zoals je ziet. Zo kan je er overheen stappen. Kom, chickies. Daar lopen ook gewoon kippen, hè? Kip, 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 kip. Kom. Kees, de buurman, die ze aan het vangen. Het is echt heel, heel, heel erg heet geweest de afgelopen maand, hè? En dan kan je die kippen gewoon niet aandoen om in die hitte te blijven. En hier gaan ze allemaal onder de bomen zitten. Dit is hoe een kip wil leven. Nou, maar liefst 3 eieren. We zijn vroeg, hè? Misschien als we straks gaan kijken dat er meer liggen. Oh, daar liggen er ook nog 2. Het gaat hartstikke goed met die eierproductie. Ja. Hé, hey, hallo. Jij legt dat ei maar. Leg het maar. En hoeveel eieren denk je dat je nu inmiddels al hebt kunnen rapen? Ik denk dat we tussen de 20, 25 eieren per dag zitten. Maar daar heeft laatst Ruud, mijn kippenvriend, verteld dat ik daar hartstikke mee failliet zou gaan. De manier waarop ik ze hier hou, met zoveel ruimte, het bouwen van de kar, arbeid voor de mensen, moet een ei €1,50 minimaal op gaan leveren. Zou jij het ervoor over hebben? Nee, het wordt wel een heel duur doosje. Het wordt een heel duur doosje, maar wel heel lekker. En kijk wat een leven ze hebben gehad. Dat is natuurlijk iedere keer de vraag. We willen dit allemaal, maar we willen goedkoop eten. En dan kan het dus niet. Dus hoe langer ik dit doe, hoe intensiever ik dit doe, hoe meer ik ga snappen waarom ons voedselsysteem is zoals het is. Ingewikkeld, ingewikkeld. Nou, we moeten straks nog even terugkomen, want ze leggen zo tussen, heb ik ook geleerd, een kip legt een ei 4 tot 6 uur nadat de zon is opgekomen. Nou, het is nu 1:50. Dan komen we zo nog even terug. Ja. Nou, dan gaan we nu de varkentjes naar buiten doen. De varkentjes naar buiten doen? Ja. Hier hebben we onze voorraadkast voor de varkens. De doorgeschoten broccoli. Die vinden ze erg lekker. Die krijgen ze natuurlijk niet allemaal tegelijk. Maar wilden ze niet eerder oogsten en dan zelf opeten? Ja, maar ze zagen er iedere keer heel slecht uit. Vonden we echt nog hele kleine frutbroccolietjes. En ineens schoot ze door. Daar zat een dag tussen. Oh. Nu heb je zelf helemaal geen broccoli gegeten. Ja, 3 broccoli's hebben we gehad. Nou ja, varkens worden er blij van. Kom maar! Hier stond de knoflook. De knoflook en de uien zijn geoogst. En het leuke is, we zijn nu helemaal rond. Want de varkentjes kunnen weer van vooraf aan beginnen. Met het omwoelen van alles wat er over is gebleven van dat gewas. En ze kunnen het weer bemesten. Hier! Dit is toch letterlijk de circle of life. En hier stonden de aardappels. Hier stonden de aardappels, ja. En hier gaan dadelijk de kippen weer in. En waarom dan nu de kippen en niet de varkens? Dat gaat naast elkaar. Dus, oh, dat maakt niet uit. Dat maakt niet uit. Dus daarna de varkens of andersom. Dan zit er gewoon natuurlijke mest op. Om dat land weer klaar te maken voor volgend jaar. Kijk, dit wordt nog een hele spannende exercitie. Want hier zie je dus, dit zijn de sojabonen. Kijk, en als je nu kijkt, volgens mij is dit dus echt nog niet klaar. Want volgens mij gaat het dus niet hierover. Maar gaat het over wat erin zit. Kijk, dit is de uiteindelijke sojaboon. Het is echt heel klein. Heel klein. En hoeveel bakjes yoghurt gaan hieruit komen? Ik ga het even proeven. Nou ja, geen idee. Wat zou het opleveren? Nou, denk ook bij het gaan. Hoeveel moet je wel niet hebben? Geen idee. En hoe smaakt het? Ja, je moet even proeven. Best wel
lekker. Toch? Ja, vrij romig. Ja, ik denk dat we hier nog een maand mee moeten wachten. Maar het goede nieuws is wel dat als je zo eroverheen kijkt, dat je al die sojabonen ziet hangen. Moet je kijken hoeveel er aan hangt. En dat was echt wel spannend in het begin. Hoe gaat het met je mais? Het gaat hartstikke goed met mijn mais. Ja, het is niet zoveel, met dank aan de kraaien. Maar er zitten wel echt kolven in. Loop jij hier ook wel eens? Ik loop hier heel veel doorheen voor het gevoel. En dan doe ik net alsof ik groot grondbezitter ben. En dat ik dat mais heel goed gelukt is. Het is niet zoveel, maar toch. Het staat toch heel. Hier kunnen we toch echt wel met z'n allen goed van eten. Oh, hier groeit één pompoentje buiten het hek. Oh, nou, die is dus nu klaar om een heel klein pannetje soep mee te maken. Dus die bladeren die verdwijnen? Die... Ja, die zie je al verdwijnen, hè? En die pompoenen blijven liggen? Alle voedingsstoffen gaan naar die pompoenen. Dus straks heb je allemaal van dat bruin spul met oranje pompoenen. Dat is wel mooi, zeg. Nu kun je gewoon zien dat toch eigenlijk het merendeel werkt. Niet alles, hè. De kolen, een aantal zijn echt niet goed. De broccoli is niet gelukt. De bloemkool, lang niet alles gelukt. De kas, viel me tegen. Maar kijk die soja, kijk die boontjes, kijk die dahlia's, kijk die pompoenen, kijk het graan. Allemaal gelukt. Maanden heb ik gedacht, waarom doe ik dit? En nu, denk je wel, we hebben wel voedsel geproduceerd. Het klinkt alsof er een ei gelegd is. Kijk, toch hebben ze het best gedaan, hè? Ja, we gaan langzaamaan echt naar het oogstfeest. En daar kijk ik zo naar uit. Of je nou een gangbare varkenshouder bent, of je bent een biologisch dynamisch rechtsomkeerde sojaboer. Dat allemaal bij elkaar aan tafel zit en geniet van hetzelfde eten. Lijkt me heerlijk. Kip, ga eens naar binnen. Het gaat regenen.